Georgine Eveline Poetirai, kind van Java met Molukse roots, wordt op haar 8e wees en komt er vlak voor de oorlog achter dat ze als dochter van een ambtenaar recht heeft op een enkeltje Nederland. Ze gaat, ze studeert er, ze is geëngageerd, uitgesproken en als de oorlog uitbreekt kiest ze voor het Indonesisch studentenverzet. Na de oorlog strijdt ze juist tegen Nederland, want dat wil maar niet van de kolonie Nederlands-Indië af. Ze zet haar verzet tegen onderdrukking dus voort. Eerst die Duitsers uit Nederland, maar dan de Nederlanders uit Indonesië, vindt ze. Nooit gedacht dat ik Indonesische dansen zou opvoeren. Voor de Duitsers nog wel. En ik hou niet eens van dansen. Ik sta op het podium van het Koloniaal Instituut voor de Tropen. Gehuld in prachtige gekleurde kleding neem ik sierlijke poses aan en draai verfijnd met mijn handen. In de zaal zitten 200 Duitse officieren en agenten. Ze hebben nog nooit zoiets exotisch gezien. Wat ze niet weten is dat onder het podium de drukpers overuren draait. Glimlachend dans ik om de aandacht af te leiden van wat er werkelijk gebeurt in dit instituut. We verbergen hier radio's en onderduikers. En overal in het pand zijn radio's verstopt. Zelfs in de grote Javaanse beelden in het museum. Naast het verspreiden van illegale kranten zoek ik onderduikadressen voor Joodse mensen en verzetsvrienden. Ik onderhoud contacten met andere verzetsgroepen. En ik overtuig Indonesische havenarbeiders ervan om niet met de Duitsers te collaboreren. Doodeng vond ik het maar. Je doet wat er gedaan moet worden. Je krijgt een opdracht en die voer je uit. Waarom wij vochten voor de Nederlandse bezetters? Wij zijn vrijheidsstrijders. We streden niet voor Nederland. We streden tegen de fascisten. Het vernietigen van het fascisme betekende het vernietigen van de koloniale structuren in Indonesië. Na de bevrijding hoopten we dat Nederland achter de vrijheid van Indonesië zou gaan staan. De Nederlanders hadden nu zelf meegemaakt hoe het was om onderdrukt te worden. Dit zouden ze andere volkeren toch niet meer aan willen doen? 10 jaar geleden verliet ik Nederlands-Indië. En nu keer ik terug naar Indonesië. Wat zou mijn moeder hiervan gevonden hebben? Dat Indonesië vrij is en dat haar dochter daarvoor heeft gestreden. Zou ze trots zijn?